ons klimaat verandert. Daar moeten we iets aan doen. We moeten investeren in duurzame energie. Daarom zijn we op zoek naar Gelderse initiatieven. Initiatieven die de uitstoot van CO2 verminderen, duurzame energie opwekken of energie besparen. De Groeiversneller Energie biedt een relevant netwerk, expertise en een voucher voor het uitwerken van de business case. En uiteraard geven we u ook advies. De benedenbuurt in Wageningen is een gewone jaren 50 wijk met 490 huur- en koopwoningen. Er wonen gezinnen, studenten en ouderen. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand in deze buurt. Bewoners zijn bezig met een ambitieus plan. Ze willen de wijk gaan verwarmen met een hoogtemperatuur warmtenet en zo 50 tot 100% CO2 reductie realiseren. Het idee is eigenlijk ontstaan op deze plek. We hadden als actie verzonnen om een buurtuin aan te leggen. En toen we daarover in gesprek gingen met de gemeente, kwamen we daar eigenlijk heel snel achter dat er rioleringsvervanging aanstaande was. En dat gaf eigenlijk een kans om na te denken over een andere infrastructuur voor onze wijk om de woningen te verwarmen. Wageningen heeft grote ambities op het gebied van klimaat en wil voor 2030 de hele stad van het gas hebben losgekoppeld. De benedenbuurt loopt hierin voorop en is een van de 15 Gelderse wijken van de toekomst. Wat zo uniek is, is dat het samen met bewoners is. Sterker nog, het is vanuit de bewoners opgekomen, dit plan. En wat ook weer een kans biedt voor een hele hoop andere wijken in Nederland, is dat dit misschien wel een opschaalbaar principe is. Als het in de benedenbuurt gaat werken, zou je daarop kunnen anticiperen bij andere buurten. De bewoners hebben een coöperatie opgericht en zijn in verschillende werkgroepen aan de slag gegaan om het plan uit te werken. Al snel merkten ze dat de werkgroep techniek het lastig vond te formuleren aan welke vereisten het warmtenet technisch zou moeten voldoen. We waren met een groep van heel divers plumage. Die waren begonnen begin van het jaar met de werkgroep. Maar na kennismaken, ons verdiepen in de materie en ontzettend veel discussie, liepen we vast. Een energievoucher van de Groeiversneller maakte het voor de bewoners mogelijk een deskundige in te huren om hen een stap verder te brengen in het proces. Het leidde in feite dat we binnen 2 maanden 3 documenten opgeleverd hadden die goed te gebruiken waren voor marktconsultatie en ook in feite voor de aanbesteding. Die energievouchers zijn heel erg belangrijk in dit soort projecten. Bewoners hebben een enorme steile leercurve moeten doorlopen. Het zijn niet altijd experts op het gebied van energie of participatie of noem maar op. En daarom is het belangrijk dat zij zelf ook kunnen beschikken over fondsen waaruit ze in eigen opdracht ondersteuning kunnen krijgen. Trouwens, die documenten zijn nu ook gebruikt voor de subsidieaanvraag bij BZK. Met goed resultaat, dus dat geeft wel voldoening. Heeft u ook een Gelders initiatief dat een bijdrage levert aan CO2-reductie, energiebesparing of het opwekken van duurzame energie? Vul dan online de quickscan in.